dit ooit verwacht. Niemand had dit gedacht. Altijd tijdig op kantoor, altijd op het rechte spoor. Toen ging haar verhaal in trots, dat zij haar minnaar vond. Gewoon ergens op de straat, je weet misschien. Vragen, maar Petra was ziek, heeft haar chef ons verteld. Ze had zich keurig ziek gemeld, ze voelde zich niet goed. Haar vriend bleek niet zo'n vriend te zijn, voor haar leven lang. Hij was op haar centen uit. En soms kreeg zij ook slaag. Haar leven werd een boze droom. Een droom die eerst goed begon. Het duurde 4 dagen toen haar collega's gingen vragen. Maar Petra was ziek, heeft haar chef verteld. Hij was op haar centen uit. En soms kreeg zij ook slaag. Haar leven werd een boek.